In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Eiburg is een welvarende wijk, maar er wonen ook mensen die aan de zijlijn staan. Eén van hen is Bas van der Put. Hey. Hallo. Hey Bas. Hoi hoi. Bas is ambulant bewoner van het Martin Schaperhuis. Opvang voor mensen met psychiatrische problemen. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal en ik ga bij hem op bezoek. Hier woon ik dan. Ik ben Bas, ik ben 39 jaar. Ik woon sinds, even denken, november 2011 woon ik hier op Eiburg. Tegenwoordig werk ik in de bouw. Daarnaast loop ik voor mezelf een beetje te rommelen. Oorspronkelijk ben ik een geboren Rotterdammer. Nou, eigenlijk zeg ik zelf altijd afgekeurde Rotterdammer, want ik ben niet in Rotterdam opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Later ben ik door een geweldsdelict vastgekomen te zitten. Ik ben in de gevangenis terechtgekomen. In het verleden, ik had heel erg veel moeite om mijn emoties of mijn gevoelens of mijn gedachten op dat goede manier te kunnen uiten. Het was bij mij heel snel in het verleden dat als ik het niet met woorden afkom en ik raakte gefrustreerd of ik klapte dicht, ja, dan kwam er een agressief kant naar buiten. Er zijn heel veel dingen die ik gewoon zelf leuk vind om te maken of te knutselen of te schilderen. Nou, en dan heb ik weer een periode, dan ben ik heel erg met hout bezig. Deze, die heb je ook... Deze heb ik, ja. Het is eigenlijk meer een werkbank dan een tuintafel. Maar ik loop er, je ziet wel de spuitplekken en dergelijke zitten erop. Vind ik mooi juist. Maar dat is, andere die koop stijgermateriaal, in de winkel om het te maken. Alleen ik heb het gewoon uit de container getrokken. Jeetje. Eigenlijk door het kijken van plaatjes en foto's op Google, heb ik helemaal bedacht hoe ik mezelf in elkaar kon zetten. Super mooi hoor. Ja. Nou, en allebei de Robs die hebben ze überhaupt van ja hoor, net als dat jij weggaat, blijft dat ding hier. Maar je kent toch wel bij de Action, daar verkopen ze van die heliumspuitbusjes. Nou, dit zijn twee heliumspuitbusjes aan elkaar gelast. Maar het roostertje is wel een beetje vies, ik moet een nieuw roostertje in. Het heeft me gewoon niks gekost. Helemaal niks, nee. En zo te zien heb je hem al een aantal keren gebruikt. Die is al een aantal keren gebruikt, alleen ja, ik doe nogal veel barbecue, dus deze die is naar binnen verhuisd. Ik ben vader van twee zoontjes. Oudste heet Gino, die wordt volgend jaar 16. Jongste die heet Joey, die wordt volgend jaar 14. Mijn kinderen zijn eigenlijk altijd mijn grootste drijfveer geweest. En daar zijn ze eigenlijk nog altijd. En daar zullen ze ook wel blijven. Ik probeer ervoor te zorgen zelf zo stabiel mogelijk leven te leiden. Ook weer om naar de nodige instanties toe te laten zien van kijk, vroeger was ik zo. Maar dat wil ik veranderen. En ik wil het anders aanpakken en laten zien dat ik gewoon ook gewoon positieve dingen kan doen dan alleen maar negatieve dingen. Wat nog meer hebben, ik heb dan in de woonkamer heb ik van de week nog een terrarium wezen halen. Ik kwam op Marktplaats tegen, voor 16'tjes. Maar als je kijkt, er zit een verwarmingsmatje in. En normaal gesproken voor de verwarmingsmatje ben je al 35 euro kwijt. Voor zo'n terrarium ben je 80 tot 90 euro kwijt. Dus ik heb voor 60 euro kan ik dat niet laten staan. En nu dat ik de smaak te pakken heb met terreinen weer, ja, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar ik kom nog wel op een idee. Echte vrienden heb ik niet. Het zijn hoofdzakelijk kennissen die ik heb en mensen waar ik vriendschappelijk mee omgaat. En dat vind ik
belangrijker dan echte vriendschap. Want voor mijn gevoel, echte vriendschap, dat zijn fases en periodes uit je leven. Dat je zegt van, nou, dit is iemand waar ik mee bevriend ben. Of dit is waar ik iemand mee bevriend ben. En er komen altijd wel weer fases dat je dat weer achter je laat. En dat je weer nieuwe mensen leert kennen. Momenteel doe ik een woning delen met voorheen drie jongens nog erbij. En de ene keer dan kun je het heel goed vinden met iemand en de andere keer kun je het heel moeilijk vinden met iemand. De woonkamer is op de top. Netjes. Daar is netjes. Daar is alles netjes. Jij bent dan bijvoorbeeld zelf heel erg netjes en opgeruimd en schoon. En dan die andere mensen, omdat ze zoveel gebruiken of drinken, dan is het koken, rommel maken, spullen vies maken, badkamer vies maken. Dat is ook een van de redenen waarom ik ze maar eigen heb. Ik hoop met de tijd zelf een eigen huis te hebben. Dat ik dan alleen met mijn eigen rommel en mijn troep opgeschreven zit. Nou, die zou je weer grotendeels opgeruimd. Vaten was er nu geen zin in, doen we daar wel even leegruimen. Nou, ik word vanaf november 2011 word ik begeleid door HVO Corrido. Ik heb persoonlijk begeleider, Rob Blokzeil. Dagelijks begeleider is structuur aanbieden, de post doornemen met hem. Maar ook zorgen dat hij zijn hoofd niet zo vol maakt. Proberen te begeleiden aan sportschoolactiviteiten. Ook het huis een beetje, maar ook vaak gesprekken met hem over hoe pak je dingen aan. Ik ben iemand die best wel eigenwijs kan zijn en eigenzinnig kan zijn. En Rob is een persoon die dat ook heb en vaak ook zijn eigen zin door wil drijven. Ja, hij is zeker eigenwijs, maar zo goed. Dat stimuleren we ook dat mensen eigenwijs zijn. Dat ze niet alles doen wat wij zeggen. Hij heeft zijn eigen diagnose een beetje gesteld, maar niemand weet wat precies de diagnose precies is. Maar hij heeft heel veel kleine dingetjes, dat lijkt wel. Zijn hoofd is gauw vol, dan kan hij het allemaal niet meer verwerken. Hij draait dag- en nachtritme heel erg om. Het brouwen, dat werkt ook heel slecht voor hem. Dat is ook iets waar hij heel atelierst mee is. Hij merkt als hij een tijdje niet brood en allemaal veel beter gaat, en toch begint hij dan een tijdje weer. Momenteel ben ik dan weer 9 weken clean. En omdat ik in het verleden, eigenlijk voor de keren dat ik gestopt ben, geen begeleiding of nazorg heb gehad, sta ik nu dan aangemeld voor, even kijken, een Forsa of iets dergelijks, ik weet niet precies meer uit mijn hoofd, sta ik aangemeld waar ik volgende week een intakegesprek heb voor een stukje nazorg. Maar hij doet ook heel veel goede dingen, hij is heel handig, heel technisch en dat merk ik dat hij dat wel heel goed kan. En als ik nu erop terugkijk, is Rob eigenlijk best wel veel voor mij gaan betekenen. Ik zie hem eigenlijk ook niet zozeer als een begeleider. Het is meer iemand waar ik gewoon op een vriendschappelijke manier goed mee op kan gaan. Het is wel zo dat hij van alle bewoners die ik ken wel het meeste meedoet. Zeg maar gewoon in de omgeving en zo, maar dat is ook wisselvallig. Soms gaat het echt heel veel en soms zegt hij het wel, maar doet hij het niet. Maar het is wel een van de bewoners die het meeste meedoet in zijn omgeving. Hij kan heel goed koken en hij experimenteert ook heel veel, maar hij neemt niet altijd de tijd voor. Maar als hij kookt, we gaan altijd zaterdags in de buurkamer koken. Dan zijn meestal wel degene die kookt. Dat is meestal wel heel erg lekker. Daar heb je ook een talent voor. Hij kan ook goed boerenkool maken. Hij kan van alles. Ja, Rob is eigenlijk ook, heeft eigenlijk ook veel betekend in mijn netwerk en mijn sociale contacten hier in Amsterdam. Hij heeft me voorgesteld aan Dynamo, Rode Loper Festival, De Binnenwaai. Toen. Op het einde van de buurtcamping heeft hij me ook kennis laten maken met Patrick van Eiburg TV.
En ja, daar doe ik momenteel doe ik ook wel eens wat kleine reportages voor. Goedemiddag, mijn naam is Bas. Wij staan hier in het Flevopark met het Rode Lopen Festival. Ik sta hier samen met een aantal jongens van het Martin Schapenhuis te helpen als vrijwilliger. En ja, wij zouden jullie het een en ander willen laten zien en even mee willen nemen over de buurtcamping. Gaan jullie mee? Ik ben naar Amsterdam toegekomen. Er is mij van tevoren niet verteld dat als dat ik naar Amsterdam toe zou komen en ik zou op een doorstroomwoning terechtkomen van HVO, dat ik dan de periode dat ik hier ingeschreven zou staan, dat dat niet mee zou tellen voor regiobinding. Er is een voorbeeld van de mensen die beginnen met zo'n als hier in een LIBW. En dan moeten werken en zelfstandig wonen. Is eigenlijk een voorbeeld van hoe het zou moeten. En alleen op de regiobinding blijft het dan steken. Ik heb heel erg veel moeten doen om aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen. Ik ben 2 jaar ben ik heel hard aan het knokken geweest. En dan komen er vluchtelingen, zo heet dat, die op een gegeven moment een status krijgen als staatshouder. En er wordt een compleet woningcomplex wordt er gebouwd. En ja, daar ken ik soms ken ik er gewoon heel erg kwaad om worden. Nou, dit is dan mijn kamertje, mijn tijdelijke thuis. Totdat ik iets voor mezelf heb. Nou, en daar staan dan de terrariums die ik zelf heb gekocht. En het kacheltje. En dan hebben we in deze hebben we mijn kleine vriendje zitten. Moet ik heel voorzichtig zijn. Iets wat juist mooi is van schorpioenen. Is dat zijn de enige dieren dat als ik hier een UV-lampje opschijnt, dat ze dan ook licht geven. Het is nu dan een beetje licht, maar als het heel donker is, dan geeft het wel groen licht. Dat is allemaal mooi. Ja, hoofdzakelijk drengbal. Een stukje jeugdsentiment van wat ik toen wel jonger was. Ga ik deze opzetten. Dat is, ja, hoe moet het nu verder? Ik heb nu nog voor een jaar heb ik een indicatie gekregen voor hier. En nu dan bijna 5 jaar hier op Eiburg gewoond te hebben, heb ik zomaar van ja, dit is de plek waar ik wil zijn en waar ik hoor te zijn. En waar er voor mij gewoon heel veel mogelijkheden en kansen liggen. Ik denk dat het wel goed komt dat hij wel, als je helemaal een woning hebt, die wat rustiger wordt. Oh ja, zijn toekomst denk ik dat wel... Er wel redelijk goed uitziet. Kijk, wij denken af en toe dat wij een modelburger af moeten leveren, maar dat zijn we zelf ook niet natuurlijk. Als ik een dag, perfecte dag in mag richten zoals dat ik wil, dat is dan toch samen met allebei mijn zoontjes. En dan samen met mijn zoontjes iets gaan doen buiten, een buitenactiviteit sowieso. Iets wat hun allebei ligt en wat mij ook ligt. Ja, dat we gewoon een hele mooie dag van kunnen maken. De dame voor mijn indicatie, die is langs geweest. Nou, ik zal waarschijnlijk een indicatie voor een jaar krijgen. Dus als ik die krijg, dan heb ik nog een jaar. Tenminste, dan ben ik in elk geval een jaar er zeker van dat ik nog een dak boven mijn hoofd heb. En, ik kan zoeken naar een woning. Nou, Bas, echt super bedankt voor dit open interview. Ja. En ik ga je nog even naar hun. Ah, oké. Hey, dankjewel. Nou, is goed. Okay. Vond het leuk. Tot de volgende keer. Is goed. Nou, doei.